Dino's laten zich niet temmen. Toch probeert de mens dat in deze film opnieuw met alle gevolgen van dien. Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van Jurassic World Fallen Kingdom. Drie jaar nadat losgebroken dinosauriërs het pretpark wegvaagden waarin zij de attractie waren, dreigen deze giganten te worden uitgeroeid. Een vernietigende vulkaanuitbarsting op het eiland waar ze verblijven belooft weinig goeds. Moeten ze gered worden? Chris Pratt en Bryce Dallas Howard, die in de vorige film ook al een team vormden, vinden van wel. Get in! Terwijl dino-temmer Pratt en zijn vrienden het welzijn van de dieren op één zetten, blijken andere partijen alleen maar geld en macht te ruiken. De geredde exemplaren worden daarom naar een afgelegen landgoed getransporteerd, waar de toon van de film op een verfrissende manier verandert. Het spectaculaire jungleavontuur maakt plaats voor een minstens zo spannende monstervertelling. I want to show you the future. What is that thing? They made it. Blue! You need to get us out of here. Yeah. De Spaanse regisseur Juan Antonio Bayona drukt op deze nieuwe dinofilm duidelijk zijn stempel. Door actie, spanning en humor met een stille dreiging te vermengen. Verrassend genoeg werpt hij daarbij tevens een paar morele vragen op die dit smakelijke popcornavontuur ook inhoudelijk scherpe tanden en klauwen geven. Een extraatje dat Jurassic World Fallen Kingdom wat mij betreft aan 4 vette sterren helpt. Dank voor het kijken. Volgende week gaan we hier ouderwets nagelbijten met de horrorfilm Hereditary. Graag tot dan!